guys, welcome to the vlog. It's Nina. Welkom op mijn YouTube kanaal. Ik doe dus natuurlijk al een tijdje TikTok. En ik heb het idee dat jullie mij natuurlijk nog niet super goed kennen. Wel krijg ik dagelijks super vragen van jullie. Dus ik dacht, wat is nou een beter moment om mijn allereerste YouTube video te gebruiken. Om jullie vragen te beantwoorden. En om jullie wat big sis advice te geven. Dagelijks krijg ik super veel vragen van jullie. Wat ik echt enorm leuk vind om te ontvangen. Ik heb hier een lijstje gemaakt. Met wat vragen die ik vandaag ga beantwoorden. Ja, laten we eigenlijk maar gewoon zo snel mogelijk beginnen. Oké, nou ik denk dat de allereerste vraag het beste is om te beginnen met hoe is het nou echt met je? Nou, met mij gaat het eigenlijk echt super goed. Ik ben super blij over hoe het nu allemaal gaat. Natuurlijk is school nu al een tijdje begonnen en voor mensen die het nog niet wisten, ik ben naar een nieuwe school gegaan. Dus er is super veel veranderd. Sowieso in 2023 is dus echt best wel veel veranderd voor mij. Ja, ik ben super tevreden dat dit jaar tot nu toe is gegaan. Het is natuurlijk nog niet helemaal voorbij. Tot nu toe ben ik gewoon heel erg blij. Ik heb het gevoel dat ik de juiste mensen om me heen heb. En ik zit gewoon goed op mijn plek. Dus ik ben zeker blij. Het gaat goed met mij. I'm just a happy teenage girl. Ik zit gewoon echt goed in mijn vel. Natuurlijk met school. We hebben nu zeg maar toetsweken en al dat soort dingen. Toetsweken zijn nou eenmaal gewoon niet zo erg mijn ding. Dus ik probeerde ook niet heel erg over te stressen. Want het heeft toch geen zin. Laten we gaan beginnen met de allereerste echte vraag. Waarom ben je gestopt met dansen? Deze vraag is echt super veel voorbij gekomen. Vooral ook in mijn lijst en al dat soort dingen. En ik heb het altijd best wel kort beantwoord. Want ik niet echt de behoefte had om er helemaal mee te gaan. Maar ik zou vandaag volledige antwoord zeg maar uitleggen. En eigenlijk zijn er best wel veel redenen waarom ik ben gestopt. Voor de mensen die het nog niet weten. Ik zit sinds mijn derde jaar al op dansen. En sinds ik 9 jaar ben zit ik op de Nationale Ballet Academie. Dat is een professionele opleiding waar je dus ballet en modern op professioneel niveau aangeleerd krijgt. Op dit moment in mijn leven doe ik helemaal niks meer met dansen. Dus ik heb eigenlijk sinds mijn derde tot en met mijn 14e eigenlijk alleen maar gedanst. Ik ben nooit gestopt. En ja, toen dit jaar maart ben ik er mee gestopt op professioneel niveau. Zoals ik al zei, zijn er dus meerdere redenen voor. In het eerste jaar begin je dus in groep 7, begint de opleiding. En we begonnen toen met 21 mensen, of 20 mensen, ik weet het niet precies. Daarvan had ik natuurlijk veel vriendinnen gemaakt, we zaten gewoon in een vriendinnengroepje. Maar je hebt elk jaar een auditie om te zien of je goed genoeg bent voor het volgende jaar en of je niet wordt afgewezen. Ik persoonlijk ben niet afgewezen, ik ben er zelf mee gestopt, want ik ben in het midden van het jaar gestopt. Maar heel veel vriendinnen van mij hebben besloten om zelf ook ermee te gaan stoppen. Of omdat ze dus niet goed genoeg waren. En ik merkte al best wel erg in het 4e jaar ongeveer waren er echt super weinig mensen over. Volgens mij waren er toen nog 7 of 8 mensen over. Waaronder dus toen al mijn vriendinnen echt weg waren van groep 7, groep 8 en de eerste. En ook zelfs van de tweede. Tuurlijk had ik ook nieuwe vriendinnen gemaakt. Dus het was niet de grootste reden. Maar het was wel een reden dat ik dacht van, gaan wel veel mensen weg. En ik mis een beetje de vibes die we dus hadden. Ik miste soms heel erg een soort van de gezelligheid die je had als groep in groep 7 en groep 8. Puur omdat we met zoveel mensen waren. En nu was het echt een klein groepje. Eigenlijk, er botste vrij weinig. Zeg maar, het ging best wel goed. Maar als er ook maar iets botste, dan had iedereen er natuurlijk last van. Ja, je zit maar met heel weinig mensen. Ook kreeg ik toen een blessure, wat echt een drama was. En op een gegeven moment zag ik de plezier voor dansen, zag ik het er niet meer in. Ik heb wel toen besloten om nog door te gaan naar het 5e jaar. En eigenlijk kwam ik er het 5e jaar achter van, waarom doe ik dit nog? Het is een opleiding waar je natuurlijk zit. Je komt er niet makkelijk op en je gaat er heel makkelijk af. Dus het is wel echt een hele... Het is best een serieuze beslissing om te nemen. Je moet niet zomaar deze beslissing nemen. Want je komt er moeilijk op. Ik ga er heel makkelijk af. Dus ja, ik heb ongeveer bijna 1,5 jaar gedaan over deze beslissing te nemen. Dus dat is echt heel erg lang eigenlijk. Veel langer dan normaal. De meeste mensen doen er echt een maand over. Misschien 2 maanden. En dat is het. Maar ja, ik deed er heel erg lang over. Omdat ik het echt... Ik zag het een beetje als opgeven. En ik hou niet van opgeven. Maar uiteindelijk ben ik dus in maart toch wel gestopt. En ik ben echt heel blij dat ik ben gestopt uiteindelijk. Ik mis soms wel nog een beetje het dansen zelf. Zeg maar echt de sfeer die ik had met dansen. De uitlaatklep van dansen was echt mijn uitlaatklep. Ik vind het geweldig om te doen. Dus totaal, ik heb geen ene haat naar dansen. Het is gewoon dat ik het niet meer zag zitten op professioneel niveau. En omdat eigenlijk als je op die opleiding zit, het wel een soort van doorstroomt naar je beroep later. Het is niet zeg maar zomaar een opleiding om even te doen en dan ga je weer weg. Weet je wel, je bouwt echt iets op voor later. Dus ja, ik wist gewoon dat ik heel hard moet werken voor iets wat ik later dus niet wilde doen. En ik dacht, waarom ga ik dat doen? Dus toen ben ik gestopt. En het is echt een hele goede keuze. Super veel veranderd sindsdien. Ja, eigenlijk groei je er heel erg in mee. Zeg maar, natuurlijk, er verandert super veel. En het is best een hele heftige beslissing die je neemt. Maar omdat er zoveel soort van met je mee verandert, merk je er niet heel veel van.
Welke leeftijd begon je met skincare en make-up? Ik moet even nadenken, want ik heb best wel een aparte fase gehad. Ik weet wel dat ik volgens mij in groep 7 of in groep 8 met wel eens... Met in groep 7 volgens mij. Toen begon ik met concealer te dragen en bronzer over mijn hele gezicht. En soms een beetje mascara. Niet eens elke dag, soms was het oprecht gewoon alleen concealer en bronzer over mijn hele gezicht. Don't judge, oké? Okay? Ik was 9. Of nee, dat was niet waar. Ik was 10. Oké. Okay. Volgens mij heb ik in groep 8 ook nog wel wat gedragen. Een beetje hetzelfde. Misschien droeg ik toen niet meer bronzer over mijn hele gezicht. Hopelijk. Misschien ook wel. Ik weet dat echt niet meer. Maar ik begon toen wel, denk ik, droeg toen ook wat make-up. Toen heb ik in de eerste van de middelbare school geen make-up gedragen. Toen ongeveer vanaf de tweede ben ik echt make-up gaan dragen. Dus eigenlijk vanaf de tweede van de middelbare school. Vind ik op zich best wel een nette leeftijd. Het is niet dat ik daarvoor geen make-up droeg. Maar zeker niet elke dag. En ik weet nog goed dat ik in de eerste van mijn school geen make-up gedragen gewoon. En met skincare. Ik denk dat ik in groep 7 en groep 8 wel eens maskertjes deed van de Action van een euro. En ik droeg volgens mij ook body lotion op mijn gezicht. Heel soms. Maar ook vanaf de tweede begon ik met skincare make-up eigenlijk. Dus hoe oud was ik toen? 13. Ik werd in september toen 13 in de tweede. Ja. Hoe wil je het gaan doen met YouTube? Dat is echt een leuke vraag, want we zijn natuurlijk op YouTube. Nou, ten allereerste, ik wil YouTube echt wel doen sinds ik letterlijk 6 jaar oud ben, 7 jaar oud ben. Toen ben ik echt al heel veel gaan vloggen met vriendinnen van mij. Natuurlijk online gezet, maar gewoon echt dat ik het gewoon eenmaal super leuk vond om te vloggen. Ja, ik heb er wel altijd zeg maar over nagedacht van, ik zie dit wel heel erg zitten, ik vind het wel heel erg leuk. Alleen ik vond het echt heel eng om te beginnen en ik was gewoon nog best heel erg jong en ik weet dat... best wel veel YouTubers super jong waren. Maar ik ben ook echt nog helemaal niet oud. Dus ik ben ook best wel jong begonnen natuurlijk. Toen op een gegeven moment is mijn TikTok een beetje gaan groeien. En eigenlijk dacht ik nu een beetje zo van... ik heb nu gewoon een begin, weet je wel, met volgers. Natuurlijk niet super veel volgers. Ik ben gewoon heel dankbaar met mijn groepje mensen. Dat ik echt denk van... love jullie. Dus ja, het is eigenlijk een perfect moment om nu te beginnen. En dan gewoon te kijken hoe het gaat om te groeien. En dat ik niet een heel groot platform heb waar ik dan voor kan falen als het bijvoorbeeld niet gaat. Want YouTube kost tijd en energie. Maar ik vind het allemaal super leuk om te doen. En filmen en dit soort dingen zijn echt mijn hobby. Dus daardoor wil ik het ook heel graag beginnen. Juist omdat het mijn hobby is. En ik er ook echt wel tijd in wil steken. Omdat ik het gewoon heel leuk vind om te doen. En wat ik eigenlijk wil filmen. Ja, dat mogen jullie dus ook best wel zeggen in de reacties hieronder. Want... jullie video-days zijn meestal echt super leuk. En ik heb er ook best wel veel aan. Dus al jullie video-days zetten alsjeblieft in de reacties. Want daar word ik nou helemaal super blij van. Ik weet niet. Ik vind ook het gewoon heel makkelijk als ik jullie video-day kan zien. Een beetje wat jullie ideeën zijn. En wat jullie leuk vinden om te zien. Dan pas ik me daar ook veel makkelijker aan. En dan weet ik dus ook wat ik leuk content plaats voor jullie. Want daar gaat het natuurlijk ook om. Natuurlijk gewoon dagvlogs maken. Vlogs maken. Big sis talks. Dat is echt mijn favoriet. Ik vind het super leuk. Dus als jullie advies nodig hebben over dingen. Of tips nodig hebben. Of vragen hebben. Die jullie in een YouTube video zouden willen. Je kunt altijd mijn mail sturen. Of in DM zetten. Of mijn TikTok DM zetten. Het kan letterlijk overal. En ik lees ze bijna allemaal. Ik krijg super veel berichten binnen en ik vind het echt super leuk om het allemaal te lezen. Dus stel je voor, je hebt een video day of je hebt een advies nodig of je hebt whatever nodig. Stuur me een mailtje of een DM. En je kan erbij zetten als je denkt van, dat is leuk voor een video, want dan weet ik dat natuurlijk ook. En ik vind het heel leuk om Big Sister Vibes te geven. Ik vind dat echt heel leuk om te doen. Dus die video's komen er sowieso aan. En ja, voor de rest laat ik het een beetje aan jullie over wat jullie leuk vinden om te zien. En wat jullie leuk vinden om te zien vind ik vaak ook gewoon leuk om te doen. Omdat het gewoon hetzelfde soort, we hebben dezelfde soort vibe. Girl, you and me, besties. Dit is dus bijvoorbeeld zo'n soort advies dat ik bedoel. Hey, ik ben erg onzeker over mijn lichaam. Terwijl ik weet dat ik niet heel dik ben. Heb je tips? Kijk, hier vind ik het super leuk om antwoord te geven. Volgens mij ben je niet super oud. Ben je gewoon een tiener, weet je wel. Gewoon tussen de 13 en de 17, denk ik. Dit is echt de leeftijd en daar zit ik natuurlijk nu ook gewoon in. Dat je gewoon eenmaal heel erg last kan hebben van body dysmorphia. En voor de mensen die niet helemaal weten, dat is dus eigenlijk een soort van... ja, gewoon nooit echt tevreden zijn met je lichaam en heel erg mood swings hebben. Mood swings. Het ene moment, ik ga persoonlijk naar de sportschool sinds ik ben gestopt met dansen. En ik danste natuurlijk 5 dagen per week, 3 uur, 4 uur per dag. Soms zelfs 6 dagen per week. En dan was op zaterdag was het echt
5, 6 uur. Dus ik danste extreem veel. En ik had ook best wel wat stress ervaren. Met dansen, met school, met alles combineren. Het goed willen doen. Ik was gewoon heel erg dun, kan ik je vertellen. En daar is echt helemaal niks mis mee. Maar als je stopt met dansen en je gaat dus naar 4 keer per week naar de gym. Je beweegt gewoon een stuk minder. Dus die switch is echt extreem groot. En mijn lichaam is gewoon heel erg veranderd sindsdien. Ik heb veel meer vormen gekregen. Het is ook gezonder geworden. Maar die switch kan best wel heftig zijn. Dus ik snap heel erg wat je bedoelt met dat je weet dat je niet dik bent, maar dat je misschien dik voelt. Dus de dingen die mij heel erg hielpen is gewoon een sport vinden die je oprecht ook leuk vindt om te doen. Ik ben persoonlijk behalve dansen niet echt een teamsportpersoon. Ik hou er gewoon niet van. Dus de sportschool was voor mij echt een hele goede optie. En de allereerste keer naar de sportschool is nou eenmaal gewoon lastig en is nou eenmaal minder leuk. Maar het verbaasde me echt hoe aardig de mensen zijn in de gym. Dat is echt zo. Ik was een keer hip thrust aan het doen. En ik zat zeg maar vast. Nou, ik zat niet vast, maar dat gewicht zat vast. Ik kreeg er niet af. Het was best wel zwaar gewicht. Dus ik zat een beetje om me heen te kijken, maar ik zat het alsnog te proberen, want je wil niet laten weten dat je het niet kan. En toen kwam er ook een man naar me toe en zei van, oh, moet ik je helpen? Ik zou je eventjes helpen. Nou, hij hielp me gelijk, was super lief. Zeg maar, mensen zijn echt aardig in de gym. En tuurlijk, ze zijn er allemaal voor zichzelf. Dus het is niet alsof je lacht dat ze ook terug lachen, want iedereen heeft een resting bitch face. Maar het betekent niet dat ze niet aardig zijn en je kan ook altijd naar ze toe gaan. Met vriendinnensporten kan je ook heel erg helpen. Ik vind het super leuk om te doen. Ik doe het eigenlijk niet super vaak. Ik ga meestal in mijn eentje. Of ik praat gewoon met de mensen in de sportschool, weet je wel. Maar als ik met vriendinnen ga, vind ik het altijd super leuk. Dus dat kan je ook altijd doen. Of gewoon een andere sport vinden dat je echt bij jezelf in passen. Dat je je ook gewoon gezond voelt, weet je wel. Ik bedoel, als je je gezond voelt en lekker in je vel zit, dan heb je al minder het idee van, ik ben dik, weet je wel. Maar iedereen, en vooral in deze leeftijd, heeft gewoon best wel last van body dysmorphia. En je kan het gewoon heel erg lastig vinden. En ene moment, dat heb ik ook. Eén moment denk ik echt zo van, yes girl, hier doe ik het voor. Ik ben echt wel blij met mijn lichaam. En andere moment denk ik echt zo van, ik kan net zo goed gewoon thuis blijven en helemaal niks doen. Want ik zie niks en ik ben gewoon niet blij ermee. Het is gewoon een ding. Het is gewoon een moedsvinding. En ik hoor best wel veel meiden er ook over. Dus je bent zeker niet alleen. Zeker niet. Maar probeer gewoon gezond te leven. Probeer gewoon sport te vinden die je leuk vindt. Voor de rest ook gewoon een beetje genieten. En niet te veel denken van, dieet, gezond, sporten, 5 keer 6 keer per week. Het hoeft niet een hele maand op jouw leeftijd. Want je lichaam gaat nog echt heel veel veranderen. Op onze leeftijd. Ik praat alsof ik echt heel veel ouder ben. Dat ben ik niet. Next question. Waar heb je telefoonhoesje vandaan? Dit telefoonhoesje is van Burga. Ik heb er ook een van mijn andere telefoon. Is ook van Burga. Ik vind hun hoesjes echt super chill. En ik vind ze ook echt heel erg een soort van clean girl aesthetic. Ze zijn ook echt goede kwaliteit. Dat klinkt toch als een sponsor. I wish. Maar is niet zo. Hoe ging je account blow up? Nou, mijn account blow up is best wel op een soort van speciale manier gegaan. Die ik niet heel vaak hoor. Ik hield van nieuwe accounts aanmaken. Nieuwe accounts aanmaken was echt mijn ding. Ik maakte super veel nieuwe accounts aan. Omdat ik eigenlijk best wel graag gewoon een keer viral wil gaan, weet je wel. Nou, toen op een gegeven moment merkte ik dat ik wel viral ging met van die video's met teksten erbij. Kreeg ik 1 keer 15.000 likes. Ik was er helemaal blij mee. En ja, zeg maar, het ging wel een stukje beter. Maar ik was nog steeds niet echt viral of zo. Maar het ging wel goed. Over op mijn For You page waren ik in Reddit with Me's beauty video's. En ik dacht al zo van, ik ben gemaakt voor beauty video's. Weet je wel, je wil mijn camera niet zien. Maar je ziet gewoon een en al beauty. Hier overal ligt beauty om je heen. Letterlijk. Ik dacht, ik maak gewoon een heel nieuw account aan. En ik ga gewoon een hele simpele, zonder enige energie erin gestoken, Get Ready Me filmen en die plaatsen. Ik heb niemand geblokkeerd trouwens. Ik weet dat best wel veel meiden onzeker zijn en dat wel doen. Kan je doen. Ik snap het echt heel goed dat je dat doet. Ik heb persoonlijk niet gedaan. Ik dacht, ik maak gewoon een nieuw account aan. Want zo comfortabel voelde ik me ook weer niet. En ja, ik heb het gewoon geplaatst. Dus volgens mij had ik binnen 1 uur of 2 uur 775 likes. Ik had nog steeds, ik had geen volgers aan het begin. Ja, ik werd de volgende dag wakker met iets meer dan 10.000 likes, 1.000 volgers. En toen is het eigenlijk gewoon gegroeid naar 100. Laat me checken. 1,5 miljoen views. Oké, let's go. En 113.500 likes. Oh my god. 113.500 likes. 1,5 miljoen views. Bizar. Als ik die video kon verwijderen, had ik dat echt heel graag gedaan. Maar omdat hij zoveel likes heeft, doe ik dat niet. Maar iedereen gaat dat hebben. En daardoor, ik krijg super veel vragen van jullie in mijn DM's van, ik wil dit beginnen, maar ik vind het eng. Meid, je gaat altijd je video's terugkijken en denk echt zo van,
Oké. Cringe. Waarschijnlijk over een jaar kijk ik dit terug. En dan ben ik echt zo van... Eeuw, hoe praat ik zo raar? Ik praatte hier ook echt super raar. Ik deed echt alsof ik, weet ik veel, 18 was, 20 was. Meidje was 13 of 14. Ik was 14. Het is echt... Nee, ik was 13. Ik was nog 13. Dus weet je, je gaat altijd terug erop kijken en denk ik zo van, eeuw. Ik kreeg toen dus super veel likes. Dat heeft wel even geduurd voordat ik 100.000 had. En ja, toen ging de volgende video viral en toen bleef ik een beetje rond... Toen bleef mijn volgers gaan komen. Ik bleef rond de 3000 likes hebben. En ja, zo is het eigenlijk gewoon gebeurd. Ik weet dat het niet iets wat is wat vaak gebeurt. Want bij de meeste mensen ga je gewoon soms een hele viral video. En dan krijg je weer minder likes. Zo werkt het gewoon. Zeg maar, de ene video krijgt echt 500.000 likes. En dan de ander echt 500 of 300. Weet je wel? Het is gewoon zo van, social media is gewoon heel erg ingewikkeld. En ik weet dat heel veel mensen zeggen van, het is niet alleen maar geluk. En ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind dat het zeker niet alleen geluk is. Maar het heeft er wel mee te maken. Want er zijn een paar dingen waar je aan kan houden. Ik zou wat tips geven. Ik krijg er ook vragen over. Heb je tips voor goed lopend en koud? Ten allereerste, relatable content. Dat is zeg maar dus content waar mensen zich in kunnen herkennen. Werkt gewoon nou eenmaal super goed. Omdat mensen elkaar gaan taggen. Mensen gaan een video doorsturen. Dus mensen die niet de video op de For You page hebben gekregen. En hem wel ontvangen van hun vrienden. Hebben die video dan ook gezien. Dus heb je veel meer kans of veel meer likes. Ik weet dat veel mensen zeggen van hashtags gebruiken. En meerdere keren per dag plaatsen. Voor mij werkt dat heel erg tegen. Als ik hashtags gebruik word ik echt een beetje geshadowband. En als ik meerdere keren op een dag plaats, gaat één video gewoon goed. En de ander gaat echt super slecht. Dus voor mij werkt het niet. Maar voor sommige mensen werkt het juist heel goed. En zijn hun juist daardoor bekend geworden. Sowieso moet je iets vinden wat bij jou past. Het moment dat je namelijk gewoon video's maakt. Omdat die viral gaan op dat moment. Maar het eigenlijk niet echt bij je past. Dan zie je gewoon dat je er niet echt gepassioneerd in bent. En weet het niet. Het is niet hetzelfde als je het echt heel leuk vindt om te doen. Ik denk dat iedereen echt wel een keer viral wil gaan. Maar je moet er gewoon niet zoveel bezig mee zijn. Juist omdat het dan ook gewoon niet gaat lukken. De meeste mensen die dit gewoon doen als hobby, die zijn meest succesvol. En het is echt heel lastig. Want als je het oprecht leuk vindt om viral te gaan, dan kan je er niet zoveel aan doen. Maar het is echt. Dus maak gewoon je video's omdat jij het leuk vindt. Dat mensen elkaar de video doorsturen is super belangrijk. Want daardoor heb je meer kans om viral te gaan. Hoe is het met school? Voor de mensen die het nog niet weten, ik ben dus dit jaar ook van school veranderd. Natuurlijk, door dat dansen. Ik wilde niet op dezelfde school blijven waar ik toen op zat. Ik had zeg maar geen keuze voor middelbare school. Omdat het zeg maar gecombineerd moest worden met dansen, had ik geen keuze voor mijn middelbare school. En werd het gewoon die school. Ik zat in Amsterdam-Zuid. Die school die zat ongeveer een half uur van mijn huis vandaan. Het was op zich een prima school. Ik had natuurlijk al mijn vrienden daar, maar ik werd toch in een andere klas gezet. Ik dacht, waarom ga ik niet gewoon bij mijn huis op school? Dus daardoor ben ik veranderd van school. Moet je zeggen, ik was de eerste dag echt heel nerveus. Ik kende natuurlijk bijna niemand. Ja, ik kende wat mensen van mijn basisschool. Maar ja, ik heb die dus 5 jaar niet gezien. Vanaf groep 7 was ik weg. En dan kom ik opeens daar binnen en ben ik zo van... Hé, jij kent mij. Ik ken jou nog. Ken je me nog? Je weet wie ik ben. Nee, meid. Dat doe je gewoon niet. Je doet het gewoon niet. Dus ik kwam daar binnen toen de eerste dag. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Ik wist niks van de lokale. Alles was echt super goed aangegeven. Dus ik was er echt super blij mee. Maar ik wist zo weinig. Eigenlijk heb ik ook met niemand gesproken. Echt met helemaal niemand. Want het was alleen een mentoruur van 55 minuten. Ik heb wel met mensen een beetje zeg maar, zo'n oogcontact en dan een glimlach. En dat was het. Ik voelde me heel shitty daarna. Ik heb niet lopen huilen, maar ik dacht wel echt van... Waarom ben ik niet op mijn oude school gebleven? Ik kende daar mijn mensen, ik kende daar de docenten. Ik kende daar gewoon alles. Voor wat heb ik niet van school veranderd? Voor wat moest ik dat doen? Nou, toen de tweede dag hadden we sportdag. En een soort van sportdag. En de derde dag hadden we ook een soort van activiteit. En die 2 dagen hebben mij zoveel geholpen om in contact te komen met mensen. Het is best wel, ik haat het soort dagen echt enorm. Ik vind het echt vreselijk om daar naartoe te gaan. Maar juist voor dit soort gelegenheden heeft het me echt heel erg geholpen om nieuwe mensen te leren kennen. Ook wat mensen herkennen me van TikTok, wat me echt verbaasde. Ik had niet verwacht dat mensen me zouden herkennen. Natuurlijk, er werd wel tegen me gezegd van, oh, waarschijnlijk herkennen wel wat mensen je. Maar ik geloofde het wel, maar ook weer niet. Zeg maar, je beseft niet dat het echt zo was. En toen kwamen er wel meiden naar me toe. En toen dacht ik echt zo van, are you kidding me? Zeg maar, is dit echt? Toen kreeg ik DM's van mensen. Ik zag je hier, ik zag je daar. Kan het kloppen? Dacht ik echt zo van...
ben ik famous? Maar het is echt een soort van... Dat is het ding aan social media. Je ziet getalletjes staan. Maar je beseft niet dat dat mensen zijn. Ik besef niet dat dat echte mensen zijn. Dat het niet gewoon een soort van random account is. Nee, het zijn echt mensen. Mensen kijken ook echt je video's. Het is gewoon heel gek om dat te beseffen. Dat is echt heel raar. En ik besef het gewoon niet. Je ziet gewoon alleen die nummers. En dat je denkt dat dat het is. Ik heb ook meer contact gekregen. Toen via kreeg ik weer contact. Dus ik voelde me een stuk beter op mijn plek. En toen begon echt school. En nou, eigenlijk werd het gewoon elke dag een beetje beter. Ik leerde steeds meer mensen kennen. Ik leer nog steeds met de dag van vandaag mensen kennen. Natuurlijk een stuk minder. Maar ja, ik leer nog steeds mensen kennen. Ja, ik zit nu echt een stuk beter op mijn plek. Ik ben echt heel erg dankbaar voor de mensen die in mijn klas zitten. Dat is oprecht zo. Want ik had wel verwacht, zoveel mensen zouden me herkennen of mensen zouden er later achter komen wat ik doe, dat het is en blijft een normale school. Wat ik dus niet gewend ben, want ik zat in een dansklas, apart gezet van alle normale klassen. Dus ik had verwacht dat er wel opmerkingen zouden komen of mensen juist niet vinden met je willen zijn. Maar eigenlijk is dat bij mij niet gebeurd en ik ben er echt super blij mee. Dus daar wil ik gewoon wel even dankjewel voor zeggen, want ik vind dat echt heel erg fijn. Ik had het namelijk echt niet verwacht. Ik dacht echt, het wordt echt een dingetje. Tuurlijk niet dat mensen me gelijk kennen, want ik had niet eens verwacht dat mensen me zouden herkennen. Maar het is een school. Het is een hele grote school, maar eigenlijk is het heel klein. Iedereen kent elkaar vaak. En roddels gaan gewoon eenmaal heel snel. Het is niet gebeurd. Ik ben er echt heel erg blij mee. En daardoor ben ik ook best wel zelfverzekerd genoeg om dit nu te beginnen. Het is natuurlijk een stuk serieuzer. Maar het is wel iets wat ik super lang wil. En alle mensen om me heen zijn best wel supportive. En daardoor zeg ik ook, op dit moment voelt het gewoon alsof ik de juiste mensen om me heen heb waar ik echt heel blij mee ben. Dus ja. Wat is je afkomst? Nou, oh. Ik heb hier zoveel vragen naar gekregen. En het verbaast me oprecht. Zeg maar, ik krijg het in mijn live super vaak. Ik krijg het onder mijn video's heel vaak. Wordt gezegd dat ik Spaans lijk, Turks lijk, Italiaans lijk. Turks komt echt vaak voor. Spaans komt dus ook heel vaak voor. Ik weet het eigenlijk niet. Als je mijn ouders ziet, dan ben je echt zo van, die zijn Nederlands, weet je wel. Ik wil niet echt heel raar overkomen tegenover mijn ouders, maar je ziet gewoon echt dat ze Nederlands zijn. Vaak als ik nieuwe mensen ontmoet, dan vragen ze ook van, wat is je afkomst? Maar ik denk als ik een DNA-test doe, dat er wel iets van Spaans uitkomt. Zou ik dat een keer doen, zo'n DNA-test? Maar is dat echt? Weet iemand of dat echt is? Ik weet niet of dat echt werkt. Want volgens mij komen er best wel vaak andere antwoorden uit als je verschillende DNA-testen doet. Maar het zou best wel goed kunnen dat ik wel een afkomst heb. Alleen ik weet het zelf dus niet. Wat wil je nog bereiken met social media en of je leven? Met social media, tuurlijk, ik vind dit nu op dit moment super leuk om te doen. Ik blijf er echt heel erg mee doorgaan. Maar wat ik wil bereiken ermee, heb ik niet echt een planning van. Ik hoop gewoon dat ik het mag blijven doen en lang mag blijven doen. Want social media is gewoon iets wat ik gewoon echt al heel lang wilde doen. Dus ik blijf er zeker mee doorgaan. Er is niet echt iets wat ik wil bereiken op dit moment. Ik wil vooral gewoon doorgaan wat ik nu doe en zien wat eruit komt. Maar ik besef zelf ook wel dat als ik bijvoorbeeld het een stukje serieuzer neem, nog serieuzer neem, dat er ook echt wel wat uit kan komen. En dat vind ik wel super leuk om dat te beseffen natuurlijk. Ik leg het ook aan jullie of jullie mij nog steeds, mogen, hè? Weet je, dat is ook nog een ding. Ik ben echt super dankbaar voor jullie. Ook gewoon omdat ik eigenlijk gewoon geen haat krijg. Letterlijk niet. Ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties. En een beetje zelfspot moet je gewoon kunnen handelen, weet je wel. Mensen met zulke veel heftigere dingen, dus daar moet je echt gewoon mee om leren gaan. En als je dat zeg maar niet kan, dat is wel echt een tip. Als je geen kritiek of lichte zelfspot aan kan, dan weet ik niet of social media iets voor je geschikt is. Natuurlijk haat en doodsbedreigingen en al die dingen zijn veel heftiger. En ik vind niet dat je dat aan moet kunnen als je social media begint, want het is niet iets wat je kan verwachten, wat je dan maar moet accepteren en gewoon, oh ja, dat gebeurt sowieso. Een beetje kritiek en een beetje lichte zelfspot of lichte reacties, ja, dat moet je gewoon aankunnen, want dat ga je nou helemaal gewoon krijgen. Voor mij valt het dus echt heel erg mee en daardoor ben ik echt super blij met jullie. Dat jullie zoveel respect ook hebben en ook gewoon echt heel lieve reacties plaatsen. Ik krijg echt super lieve berichten van jullie, dus ik ben er echt heel blij mee. En daardoor heb ik ook heel veel zin om gewoon lekker door ermee te gaan en zien wat de toekomst brengt. Helemaal wauw. En met mijn leven, eigenlijk wil ik gewoon zo snel mogelijk school afmaken. Ik ben best wel klaar met school. Nou kan ik eindelijk doen wat ik echt leuk vind. En daar zit ik echt extreem te wachten. Natuurlijk moeten we zien wat er op dat moment op mijn pad komt. Maar
Ja, ik zit daar wel heel erg zeg maar naar uit te kijken op het moment dat ik lekker slaag. Tuurlijk, het moet zien of ik dit jaar überhaupt haal, want ik merk wel al dat het echt best wel veel is. Dus dat is gewoon het ding waar ik nu echt naartoe zit te kijken. En tuurlijk heb ik plannen voor de toekomst en wat ik heel graag zou willen doen en wat ik echt gewoon mijn droombaan is. Maar die dingen hou ik gewoon nog even lekker voor mezelf, want er wordt bij mij nou eenmaal gewoon heel veel gejinxed. Als ik ook maar iets zeg tegen mijn vriendinnen over iemand, over werk, over iets in die richting, dan wordt het gewoon gelijk de andere kant op gegooid. Gewoon door weet ik voor wie. Dus ik durf echt niks meer te zeggen. So I'm gonna keep it for myself. Zo, nou en we zijn weer 55 minuten verder. Ik heb dus nu de meest gestelde vragen beantwoord. Bijna allemaal. Er zijn nog meer vragen, maar ik heb al zo lang aan het filmen. Bijna een uur. Een uur ben ik gewoon aan het lullen. Ik hoop dus dat jullie nu een beter beeld van mij hebben gekregen. En een beetje weten hoe mijn leven in elkaar zit. En wat ik precies nu eigenlijk allemaal doe. Laat zeker alsjeblieft al jullie video-ideeën in de reacties achter. Ik vind het namelijk super leuk om die reacties te lezen. En laat je ideeën weten over wat ik zou kunnen doen met YouTube. En of je denkt dat het iets voor mij is. En ja, dit is het einde van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En I'll see you later, girls.